Mijn naam is Colton en bij deze heet ik jullie van harte welkom bij DigiStudies Geschiedenis. In de komende tijd gaan we met z'n allen kijken hoe we in een tijdsbestek van ongeveer 15.000 jaar zijn veranderd van strompelende idioten in strompelende idioten met smartphones. En je vraagt je misschien af, waarom gaan we dat doen? Waarom leren we over ons verleden? Nou ja, het antwoord erop is eigenlijk heel simpel, omdat het belangrijk is. En niet alleen omdat je wilt slagen voor je eindexamen, maar ook voor jezelf. Door het bestuderen van onze geschiedenis begrijpen we de wereld van vandaag iets beter en hebben we iets meer zicht op de maatschappij waarin we leven. We kunnen leren van de fouten die gemaakt zijn, onder de indruk raken van alle fantastische prestaties die geleverd zijn en verklaren waarom sommige dingen gewoon zijn zoals ze zijn. Ja, daarnaast is geschiedenis ook gewoon leuk en zijn de verhalen op zichzelf heel erg de moeite waard om verteld en doorgegeven te worden. We beginnen onze tijdreis zo'n 15.000 jaar geleden in de prehistorie. In principe betekent prehistorie voor de geschiedenis en bedoelen we daarmee de tijd voordat er geschriften waren. Dus mensen konden nog niet schrijven in die tijd. Dat is de tijd waarin de moderne mens zijn opkomst maakte. Ja, het is een tijd van grote, heftige veranderingen en ontdekkingen, zoals de uitvinding van het vuur en het wiel. Maar ook een tijd van hele langzame overgang. De belangrijkste daarvan is de overgang van jagen en verzamelen naar landbouw als belangrijkste bron van voedsel. Maar goed, 15.000 jaar geleden dus. Mensen leven op dit moment in kleine gemeenschappen als nomaden. En een nomade is iemand die niet op één plaats woont, zoals wij dat tegenwoordig eigenlijk allemaal doen. Maar dat is iemand die rondtrekt en dus voor zijn voedsel afhankelijk is van de lokale planten. Daarvan kunnen ze dan de zaden, de noten en de bessen eten. En als de omgeving en de tijd van het jaar het toelaten, kan er ook gejaagd worden. Dat is dan voor een meer proteïnerijk dieet. Vooral de visserij is onder de jagers erg populair, omdat het relatief gezien een heel erg makkelijke en veilige manier is van jagen. Om deze reden kom je dus eigenlijk vooral langs rivieren en kustlijnen de eerste tekenen van beschaving tegen. Jager-verzamelaars worden vaak afgeschilderd als lompe bruten. Maar als je goed kijkt valt dat best mee en waren ze best ontwikkeld voor hun tijd. Ze laten bijvoorbeeld op verschillende plekken al schilderingen achter en gebruiken al samengestelde werktuigen zoals bijlen en andere wapens. Nou, de eerste gereedschappen dat waren simpele dingetjes van hout en bot en steen. Maar op een gegeven moment leren mensen ook hoe ze koper moeten bewerken. Wat dan rond de 10.000 voor Christus volgt is een overgangsperiode. In het Midden-Oosten is water en zon en vruchtbare grond in overvloed aanwezig. Nou, en samen met de aanwezigheid van wilde granen zorgen al die gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van landbouw. Nou, ook in het huidige Egypte zien we rond deze tijd een landbouwsamenleving ontstaan. De ijstijd is namelijk voorbij en dat zorgt ervoor dat de Sahara ontstaat. De mensen die in dat gebied wonen, die trekken daar dus weg en vestigen zich vlakbij de Nijl. Nou, het gebied van Egypte tot en met het zuiden van Mesopotamië, wat we nu tegenwoordig Irak noemen, dat noemen we de vruchtbare halve maan. Nou, de dorpjes die hier gesticht worden, die groeien in sommige gevallen uit tot de eerste steden. Vooral waar wegen elkaar kruisen en waar water voldoende aanwezig is, groeien nederzettingen erg hard. Nou, een van de oudste voorbeelden hiervan is Jericho, dat ongeveer 10.000 jaar geleden al gesticht werd aan een van de drukste handelsroutes van west naar oost en aan een grote oase. Nou, langzaam maar zeker worden samenlevingen groter en ingewikkelder en komen mensen ook in contact met andere volken en stammen en steden. Nou, zo ongeveer rond 3500 voor Christus leidt dat tot de ontwikkeling van het schrift. In Egypte is het hiërogliefenschrift leidend, terwijl in Mesopotamië het spijkerschrift ontwikkeld wordt. In eerste instantie worden vooral landbouwopbrengsten en de verdeling van het land beschreven. Maar naarmate beschavingen zich meer ontwikkelen, zie je dat er ook over goden en koningen geschreven wordt. Daarnaast betekent de groei van steden en de opbrengst van het land dat niet iedereen meer boer hoeft te zijn. Er komen meer beroepen. Natuurlijk dus schrijver en priester, bestuurder. Maar ook het produceren en het verhandelen van spullen wordt een mogelijkheid. Die diversiteit zorgt ervoor dat de steden nog groter worden en een sterkere behoefte krijgen aan organisatie. Dat leidt weer tot betere productie, wat weer tot meer regels leidt, meer afhankelijkheid van elkaar en weer meer diversiteit.
Nou, zo gaat dat cirkeltje een tijdje verder, net zo lang totdat we niet meer spreken van de prehistorie, maar van de oudheid. En dat is waar we het de volgende keer over gaan hebben. Dank jullie wel voor het kijken naar deze eerste aflevering van DigiStudies Geschiedenis. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag in een reactie hieronder. Ik zal proberen om zoveel mogelijk van die vragen te beantwoorden. In de tussentijd, nogmaals dank jullie wel en tot de volgende keer.